Adrie Poldervaart, een moeizame 0-2 overwinningen in Lisse. Ja, moeizaam, omdat we het onszelf moeizaam gemaakt hebben. Ja, en we beginnen zo goed, we komen op 0-2 na 16 minuten. Dan maken we de 0-3 na 18 minuten, waarbij iedereen zich afvraagt van wat is er aan de hand. Dan is Ekman er nog een keer door, vraagt ook iedereen zich af, is dat buitenspel of niet. Maar na die momenten ja, was het moeizaam in de zin van, ja, we werden nonchalant, het werd gemakkelijk. Gelukkig beamden mijn spelers dat zelf in de rust, die gaven dat zelf aan. Dan hoef ik niet veel te vertellen. Als jullie zelf weten wat het probleem is, dan hoop ik dat je zelf ook de oplossing weet. Tweede helft vond ik beter gaan in de zin van veel minder weggegeven. Maar de omschakelmomenten en de mogelijkheden die we hadden, die hebben we niet goed uitgespeeld. Ik ben blij met de punten, ik ben blij met de derde plaats. Maar ik vind dat we beter kunnen voetballen en we moeten ook beter spelen. Ja, want die eerste helft die ga je eigenlijk hartstikke goed in. Had je Lisse zo misschien slecht verwacht? Nee, ik had Lisse verwacht in een 4-4-2, maar later spreek ik met een trainer was het een 4-2-3-1. Nou, dat maakt voor ons niet uit. Wij wilden beginnen in 4-3-3. En dan zouden we na 10 minuten zouden we het omzetten naar 3-4-3, omdat ze met normaliter met twee spits speelden. We wilden even wat zand in de ogen strooien. En zij hadden getraind op ons drie man achterin. Goed, dat hoefde niet, want zij waren ineens met drie man voorop. Dus zijn we zo blijven spelen. Nee, ik had het niet verwacht, want zij spelen met nog, nu hebben ze nog 7. Zij spelen voor levensbehoud, dus ik verwachtte een getergde ploeg. En meerdere malen op hun site stond dat ze erg graag op gras willen spelen. Ja, het veld is hier prima. Dus ik dacht, ja, die klappen er volop en dat hebben ze ook gedaan. Ja, die tweede helft is dan toch een stuk anders. Je beaamt het net dat in de rust eigenlijk de spelers het zelf ook zeggen. Die was een stuk moeizamer ten opzichte van de eerste helft. Misschien de eerste 30 minuten zeker. De tweede helft moeizamer? Tweede helft, ja. Ja, moeizamer in de zin van dat we niet uitspeelden. Ik vond het in de tweede helft wel makkelijker ten aanzien van de mogelijkheden die we hebben tegengekregen. Dat was beter. Dus ik vond daar wel meer verbeterheid. Zeker mijn laatste lijn, die waren aardig bezig. En op het middenveld gingen ook onze duels pakken. Maar de moeizaamheid zat hem in het feit dat als we de bal hadden, ja, dan maakten we onjuiste keuzes. En dat had met simpele 1-2's, met steekballen, dan hadden we er regelmatig doorheen kunnen lopen. Nou, nu deden we dat niet. Dan komen we goed weg bij een vrije trap van richting veranderd, 10 minuten voor tijd op de lat. Als die erin gaat, krijgen zij zuurstof en energie. Nou goed, dat is ons gelukkig bespaard gebleven. Nou, daarna zijn we ook niet meer in de problemen geweest. Maar we kunnen beter en we moeten ook beter. Ja, want dan ga je met 3 punten naar huis naar Barendrecht. Dan krijg je volgende week Achilles op bezoek. Waar eindigt het eigenlijk voor Barendrecht? Want 8 wedstrijden op rij ongeslagen. Ja, nou ja, goed. Kijk, Barendrecht wordt altijd nogal weggezet door menig een van... aan het begin van het seizoen ook, als we die polls gemaakt worden. Plaats 11, plaats 12, plaats 13. 14 doet zelfs nog wel eens mee. Dan denk ik, nou ja, oké. Onder mijn leiding 5e en vorig jaar gedeeld 7e. En nu spelen we weer om de 3e plaats. Ik heb altijd gezegd, als mijn jongens erin stoppen wat we kunnen en wat ik zie, dan kunnen wij hoog eindigen. Doen we dat niet zoals we na onze 0-2, ja, dan zijn we ook kwetsbaar. En dat blijft een herhaling van zitten. Gelukkig is het ons bespaard gebleven en er zijn wel 8 wedstrijden op rij ongeslagen. 6 winst, 2 gelijk, ja, dat is gewoon knap. Ja, plek 3 moet je dan tevreden stellen, denk ik, tot nu toe. Ja, ik denk dat dat ook het hoogst haalbaar is. Ik denk dat de Kozakken Boys weinig toch geen punten, die hebben we over 2 weken. En die staan volgens mij 7 of 8 punten voor op ons. Ja, dat ga je net niet redden. En zij gaan ook niet zomaar verliezen van ons. Dus we moeten proberen, nu hebben we die 3e plaats. We staan bovenaan in de 3e periode, 5-15. Nou, we proberen die 3e plaats wat uit te bouwen op GVVV. Ja goed, dat is een periode. En dat betekent 2e bekerronde inschuiven. En dat is financieel erg gunstig voor de club. Ja, en, je speelt ook voor de eer. En Barendrecht 3e in de 2e divisie. Ja, ik vind dat wel erg mooi. Ja.